Het ministerie van Onderwijs is constant bezig de kwaliteit van afstandsonderwijs te verbeteren. Dit was een van de onderwerpen die vandaag aan de orde kwam bij minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens de reguliere persconferentie van de overheid. Leevens meent dat het afstandsonderwijs niet achteruit mag gaan. Om dit te voorkomen worden er elk weekend gesprekken gevoerd met leerkrachten en schoolhoofden. We vinden ontzettend veel trainingen plaats, omdat mensen moeten wennen aan de nieuwe vorm van lesgeven. Terwijl bijvoorbeeld er geen water is, en terwijl er bijvoorbeeld geen elektriciteit is, of terwijl er nog niet voorzien is in alle technische zaken die we in het begin beloofd hadden. Het loopt allemaal een klein beetje langzamer, maar ik prijs me gelukkig dat wat het onderwijsgedeelte betreft schoolleiders en leerkrachten enorm bijdragen om door dit nieuwe systeem en dit nieuwe normaal, als we, zoals dat genoemd wordt, onze kinderen doorheen trekken. De bewindsvrouw wijst er verder op dat het een massieve activiteit is om het afstandsonderwijs op gang te brengen. Desondanks is Leevens tevreden, aangezien alle actoren meewerken. We zijn niet tevreden met de resultaten die we tot nu toe nog bereikt hebben. In de zin van, we wilden veel meer bereikt hebben op dit moment. Maar we moeten ook toegeven dat niet alles snel kan. Wat de plan lukt niet altijd. Dus laten we rekening mee houden dat we de komende tijd veel meer aandacht gaan besteden aan het nieuwe curriculum. Omdat je daar die kwaliteit voor inbrengt. Waarbij dus een heel ander systeem van examens zal plaatsvinden. Een heel ander systeem van evaluatie, repetities enzovoort. Nieuwe vormen van voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde via de radio en de televisie. Het wordt allemaal nieuw en anders, we hebben geen andere keuze. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak vandaag in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de reguliere regeringspersconferentie.